Jongens, ik besef me net dat ik morgen jarig ben. In Nederland ben ik zelfs al jarig. Ik word 29 en dat betekent dat ik nog maar 1 jaar heb om iets van mijn leven te maken. Oké, dat is natuurlijk een beetje gekkigheid. Maar ik ben nog in de fase dat ik het raar vind dat mijn tienerjaren voorbij zijn. En nu zijn bijna mijn twintigerjaren ook voorbij. Happy birthday to me! Dat zeg ik echt heel zielig, maar ik ben heel blij hoor. Want, goede reden, ik zit bij de Shake Shack. En we gaan ontbijten en lunchen in één, want het is 2 uur. Ik kan niet wachten totdat mijn bestelling komt. Maar echt. Oh, ik ben overigens niet in mijn eentje hoor. Oh, daar. Veel in het leven op kaas. Maar dit slaat echt alles. Oh. Oh my god. Dit is gewoon voor ons tweeën. Laatste keer. Laatste keer. Oh. Het is niet anders. Ik denk dat we wel een applausje verdiend hebben. Wat denk jij? Nou, ik zou heel graag willen applaudisseren. Maar ik heb er de kracht niet meer voor. Dit is ook weer zo lekker Amerikaans, jongens. Kijk, we hebben allemaal mooie Knicks en Jets en Rangers en Mets en de hele mikmak. En er is alleen maar maat XL, triple XL. Ik heb net 4 dubbel XL. 4 dubbel XL. Er is geen eens een M te vinden. Maar echt. Claire is nog wat last minute shopping aan het doen. Ze gaat over een uurtje in de taxi. Maar ik kan het niet laten om nog meer shirts te kopen. Nog! Het kind heeft echt zoveel overgewicht. In de koffers dan bedoel ik. Overgewicht. Dit kind heeft zoveel overgewicht. Ja. Ik ga denk ik maar voor de 4 dubbel XL hier. Ja. Dan koop je om de groei. Nou jongens, daar komen de koffers hoor. 1, 2, 3, 4. What the fuck. En dit is voor jou. Dit is een goodie bag voor jou. Met spulletjes die ik niet meer nodig heb. Maar er zitten allemaal lekkere dingen in en leuke kleren en zo. En alsjeblieft. Yay. Oh mijn god. Daar komt het hoor. Mijn afscheidsfinaal. Omdat je toch jarig bent. Ja, ballonnen. Ja, ballonnen. Ik wil ze eigenlijk meenemen. Maar ik denk niet dat ze bij de KLM dat leuk vinden. Dat denk ik ook niet. Moet dit echt? Verder gaat alles goed hoor. Maar dan neem ik niet de hele weg in beslag. Nee. De hele hobby is verder niet voor. Als mensen hier gewoon graag willen zitten, moet ze het gewoon even doen. Het is gewoon gezellige troep. En toen was Claire weg. En nu loop ik weer met de ballonnen naar huis. Sad puppy. Wat een pizza restaurant is in Bushwick, Brooklyn. En het is een hele bekende plek, bekend om de pizza's. Vice heeft er zelfs een documentaire over gemaakt. Zo lekker zijn die pizza's. Ik kan die documentaire vinden, link hieronder in de beschrijving. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik ben excited. Maar ik ben ook nog een klein beetje vol van de Shake Shack van vanmiddag. Ik ben een beetje richting je 5000 calorieën challenge. Ik denk dat ik wel richting de 5000. Je moet wel even optellen voor vandaag. Ja. Oh, dat moet ik eigenlijk even gaan doen. Oké, dat ga ik nu doen. Jongens, ik heb 1540 calorieën in 1 keer naar binnen gewerkt bij de Shake Shack. Holy Christ. Allemaal bij gefaalde Pinterest projecten met Marije. Ik heb dus toen ik met een beetje bleek en de wasmachine bezig was, heel veel bleek op mijn broek gespetterd. Super handig. Dus nu dacht ik, hé, waarom zet ik de trend niet door? Laat ik gewoon meer bleek op mijn broek spetteren. Oh jongens, dit is toch... Nou... Oké, ik ga het laten zien.
Kijk, dit is het nu geworden. De voorkant in ieder geval. Nou, dit lijkt toch best wel echt op een designerbroek die je zo in de winkel hebt gekocht. Toch? 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 Jongens, het moment is daar. Ik moet toch nog 3 uur wachten tot mijn computer klaar is met backups en blablabla. Dus ik ga iets doen. Ik heb van Claire 2 producten gekregen. Dit is een shampoo waarmee je al het geel uit je haar haalt. Dus dan word ik een soort van platina blonde. En dit is om je haar weer los te maken. Dus dat gaat in de punten, denk ik. Weet je, ik ben 29. Over een jaar ben ik 30. Dan denk ik dat ik serieus moet gaan doen. Dus dit is het ultieme moment om me nog even jong te voelen. Dat klonk heel dramatisch. Sorry daarvoor. Overigens vind ik helemaal niet dat je op je 30ste volwassen moet worden hoor. Je moet echt zo lang mogelijk je kinderlijke ik blijven omarmen. En 3, 2, 1. Zie hier het verbluffende eindresultaat. Vol verandering. Oké, er is wel echt veel geel uit. Maar het roze heeft echt niet gepakt. Behalve hier een vlaagje. En hier misschien een vlaagje. Kortom, volgende week ga ik het grovere geschut gebruiken. Ik wil dus net weggaan en er wordt een pakketje voor me afgeleverd. Jee! Het is toch van mijn verjaardag? Spannend, spannend. Ik heb geen idee van wie dit is. Kijk, allemaal cadeautjes. Ah, van mijn vriendinnetje die gewoon nu zwanger is en thuis zit, wachten tot ze moet bevallen. En ze heeft gewoon een heel pakket met cadeautjes opgestuurd. Hoe lief gewoon. Allemaal leuke dingetjes. Mokken, chocola, kaars, lekkere thee, gezichtsmasker. Om een eigen pompoensoep mee te maken. Zodat ik niet die dure shit in de supermarkt hier hoef te halen. Lol. Vet shit alleen dat ik Ilse nu niet direct kan bellen vanwege het tijdsverschil. Ze ligt waarschijnlijk al lang te slapen. Dus Ilse, als je dit ziet, heb ik je waarschijnlijk al lang gesproken. Maar nogmaals, super bedankt. Ik hoor het echt zo lief van je. Echt te gek. Ik ben weer helemaal jarig. Het is vandaag zondag en wij zijn in Bushwick. Wat een wijk is dat ten oosten van Williamsburg in Brooklyn ligt. En zondag, dus spelletjesdag. Blijkbaar, want we zijn 140 jaar oud. Ja, precies. En we gaan spelletjes doen met Ray en Daphne uit Nederland en 2 Amerikaanse vrienden. En heb jij nog iets te zeggen, Max? Ik vond het vet ver fietsen. Ik heb een veel te zware rugtas en ik ben moe. Ah, poekie. En we spelen inmiddels 2,5 uur en er is eigenlijk nog helemaal niemand aan het winnen. Hallo, ik ben hier Laris. Volgens mij klopt dat niet. Denk jij dat jij wint? Jonathan Mafiaerman. Do you know any Dutch words? No. Seal. I speak Dutch, Jesus. Have some culture. What are you doing with seal? Food, food. Food. Dit is blijkbaar sushi pizza. Dit ziet er niet heel erg lekker uit, maar ik denk wel dat het heel lekker is. Ik heb Game of Thrones verloren, dus we gaan nu Jenga spelen. Daar ben ik veel beter in.